De familie voelt zich thuis in Noordwijk. Alleen Maxime woont te klein. Dus wordt alles bekeken wat te koop komt. Ook al is het eigenlijk veel te groot en te duur. Misschien vinden ze het wel niks. Nee, het zou zomaar kunnen dat ze zeggen van de oude bende. We hebben geen zin in. Het weer werkt ook niet mee. Nee, het is slecht weer. Dat is niet bevorderlijk voor een bezichtiging. Nou, waar is het? Zelfs bij druilerig weer ligt de villa er nog prachtig bij. Bij het statige huis passen deftige bewoners. En dat voelt toch wat ongemakkelijk. Waarom neem je die tas weer mee? Zet die nou lekker in de auto. Ik en mijn tas zijn één. Wat maakt jou dat uit? Je hoeft er toch niet mee te sjouwen? Het is gewoon geen gezicht. Oh nee. Die lantaartjes. Dan kijk je een andere kant uit. Eigenlijk is direct duidelijk dat het huis niet geschikt is voor een jong stel. Maar je moet je breed oriënteren, welwillend kijken en goed vergelijken. Dus dit is de living. Dit is de living. Is de living. En mooi, het is dubbel glas, dus je hoort geen auto. Kijk Lee, hier kan je wel gamen. Oh ja, ik moet wel een gamekamer hebben. Oh ja. Ik wou dit als eetkamer. Ik vind dat ook gezellig, deze ruimte. Ik zou zeggen inderdaad de tafel die we hebben. Nou, oké, maar dan gaan we dus hier naar de keuken. Ja, dit is trash. Dit is trash. Ik vind dit trouwens niet lelijk hoor. Ja. Dit is ook Nee, ik ook niet hoor. Nee. Het gaat eigenlijk nu eventjes om de grootte van de kamer. Ja. Mooi dit raam. Dit is heel groot. Ja. Mooi raam. Dus dit is kamer 1. Ja, kamer 2, ook ruim. Dit is de master. Master bedroom. Oh ja, met een balkon. Met een balkon. Dit is kamer 3. Kamer 3, ja, ook ruim. Gamekamer. Ze zijn allemaal ongeveer dezelfde grootte. Ja. Kijk, en daar zie je Wimbledon. De Wimbledon. Oh ja. Ja. Oh, die zie je net niet, Claire de School. Nee. Nou kijk. Maar, oh ja, dit is de badkamer. Dit was vroeger de badkamer. Ja, ik zou hier één ruimte van maken. Ruimte is goed. Naar boven. Dus een vaste trap naar de zolder. Nou, dat is natuurlijk heerlijk. Lekker gamen. Ja, of je maakt hier de master bedroom van. Kan je ook doen op zolder slapen, dat is ook leuk. Hierdoor. Ja. Kan je ook een hele grote slaapkamer. Oh, dat je één slaapkamer ervan maakt. Ik ben nou even in de war. Hoeveel slaapkamers waren hier nou beneden? Drie, hè? En hier dus ook nog twee. Ja, oké. Ja, precies. Maar dan ga je gamen in je slaapkamer? Nee, in die kamer hier beneden. Maar gaat er gewoon in de speelkamer? Oh, ja. Gamen is ook spelletjes doen. Ja. Oh, helemaal beneden, we gaan de grond. Maar je hebt nog een slaapkamer over nu, hè? Ja. Je hebt er 5. Klopt. Op 2 punten scoort het huis hoog. Leroy kan gamen en de tuin is ideaal voor kinderen. Maar het is te duur en er moet er ook nog worden verbouwd. Ik zat dat te zeggen, als wij nou nog eens wat winnen in de staatsloterij, ja, dan laten wij wat oranje is wit verven en wat donker is zwart. En dan gaan alle witte hout worden donkergrijs. Donkergrijs. Nee, maar dat gaan we sowieso doen hoor. Dat gaan we zelf doen, hè Mart? Hé? Wil jij dit zelf helemaal gaan verven? Ja. Zij is niet goed, joh. Of een stijger. Met een stijger. Nou, zie je maar. Ja, en dan kom jij elke dag hier natuurlijk om 8:30. Heb je koffie? Ja, ik ga het ook beginnen. Nou, vind je toch heel gezellig? 8:30, 7:30 staat ze bij jou. Ja, je moet zeker met spuiters. Ja. Moet je luisteren. Die man moet door met zijn werk. Wij staan te socialiseren hier. Kom toch niet? Wij moeten thuis bij ons even overleggen. Zullen wij achter jullie aanrijden? Ja, rij maar achter ons aan. Dan nemen we een rozeetje. Ja, dat is goed. Het landhuis heeft veel weg van een château. Met ook vergelijkbare luxe problemen, zoals een eindeloos lange, onoverzichtelijke oprijlaan. Kijk, dit is natuurlijk vreselijk. Je wil vooruit, wil je eruit. Dit is vreselijk. Zie je wat? Ja, een kind op een fiets. Een brommer. Ja, het is over het hoge J, Martien. Deze kant kan het. Qua auto zo? Ja, ook. Zit ik in de heg? Nee hoor, het gaat best. Nou, moet je luisteren. Ik weet het niet met dat huis. Nou, wat doe jij nou weer? Wat een hoop werk, jongen. Nou, en? Ja, en jij zegt maar ja, en ik ga helpen, en ik kom, en ik ga dit, en ik ga dat. Nee, ik zou het niet doen als ik... Als jij zo oud was, zou je het dan wel doen? Nee. Ach, lul niet. Je deed het vroeger zelf wel. Je vindt een hoop geld en je zit tussen de sportvelden. Maar waarom kocht je vroeger dan wel een heel duur huis voor die tijd en dan gingen we het ook helemaal opknappen? Deden wij toch ook? Ja, maar dat lag heel prachtig. Nou, het lag aan de Hoofdstraat. Weet je hoe druk het daar was met auto's? Je kon bij ons eigenlijk bij de slaapkamer je ramen niet open hebben met al het vrachtverkeer ook. Weet je dus nog? Eigenlijk die huizen wat wij bewoond hebben was eigenlijk allemaal niks. Nee, ik zeg niet dat het niks was, maar er mankeerde altijd wat aan. We wonen hier in de Randstad, het is hier gewoon druk. Kijk, dus dat Claire'tje. Kijk, die is lieverd. Oh, helemaal kijk. Druk. Ja? Hé, hey, ik zag het, ik zwaaide terug.
kom, we gaan wat inschenken. Nou, joh, we hebben een bod gedaan. Telefonisch. Nee. Ja. Nee, natuurlijk niet. Oh, we gaan het er eerst even over hebben. Ja, kom weet maar. Ik veel. Vorige keer ging het ook zo. Ja, de vorige ging het ook heel snel. Zelfs op de overspannen huizenmarkt moet je niet overhaast beslissen. En Maxime moet stress mijden. Het is niet goed voor de baby. Luister nou, ik moet een extra echo, hè, met spoed. Nee. Ja, want het kind is te klein. Is het kind te klein? Ja, waarschijnlijk. Zijn ze dood? Ja. Dus ik moet... donderdag. Donderdag moet ik al die echo doen. Oh, ze moet een extra echo, want het kind is te klein. Nou ja, ik heb natuurlijk een litteken op mijn buik. En daardoor ben ik heel gevoelig op mijn buik. Dus zij is dan aan het voelen van hoe groot is het kindje ongeveer. Maar ik span dan mijn buik aan. En ze zegt, als ik het zo goed voel, dan is het te klein. Ik moet donderdag een extra echo doen. In het ziekenhuis? Nee, bij hun. Oh, dat scheelt. Ja, maar het kan ook niks zijn, hoor. Want het kan ook zijn dat ze er niet goed bij konden, hè? Dat klopt. Ja, ja. Maar ja, een klein kindje is toch niet erg? Nee. Dat is alleen maar fijn als je moet persen. Ja, tenzij het... daardoor ook achterstand heeft qua ontwikkeling. Oh. Ja, ik heb liever zo'n smoel met een goed paar hersenen. Nou ja, zullen we mij eerst wat doen? Nou, schenk je even een wijntje in, Martien? Nee, bij de wijn. Wat wil je, Lee? Ja, ik weet het niet. Witte wijn? Nou, jij neemt trouwens geen wijn, nee. Helemaal cola. Jij neemt gewoon cola. Ja, want ik ben het klaar met dat zuipen. Is dat nou voor gezeik? Zo is het. Nou, dan krijgt Erika ook niet. Hoezo? Ik ben gisteren gewoon tijd naar huis gegaan, hoor. Nou, een klein beetje was thuis. Dan. Ja, lekker makkelijk. Ik ging nog even gewoon naar beneden. Niemand wist mij. En ik neem ietsje meer. Wil jij meer of minder? Meer. Twee keer zoveel. Zo weinig neem ik nooit. Oh! Nou, wat hebben jullie besproken in de auto? Ja, wat hebben jullie gezegd? Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat wij wel op één lijn zitten. Oh ja? Dat verbaast me. Het is wel echt oud. Dus je moet inderdaad wel echt veel meer doen dan ik dacht. Het is 90 jaar oud. Maar aan de andere kant denk ik dan ook weer, ja, ik denk dat het de investering wel waard is. Qua leefgenot. Het is natuurlijk een huis waar je eigenlijk jaren gaat wonen. Ja. Ja. Dat is natuurlijk fijn. Maar je zit dus wel een aantal maanden in de verbouwing. In een troep, ja. Ja. Dus je was er wel weg van, Lee? Nou, is niet. Nee, maar ik vind het wel een heel mooi huis. Nou, ik slaap er even een nachtje over. Ja, nou, gaf ons wel weer een beetje druk. Ja, tot vrijdag, ja. Nou, dan is het zo. Maar moet je niet onder druk laten zitten. Maar... Ben je er echt helemaal weg van? Want ik bedoel, je zit toch niet op de, hoe heet dat? Kops? Op de schop. Op de schop. Nou ja, er komt natuurlijk zelden een jaren 30 huis te koop in Noordwijk. Ja, vrijstaand. Dat gebeurt niet veel, want er zijn gewoon niet veel. En er zijn er wel een paar, en de meeste ervan staan in de Zuid. En dat kunnen wij natuurlijk niet betalen. Maar ja, joh. Oké, nou, morgen vroeg bellen we jullie op, kijken wat jullie zeggen. Ja. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.